Het is zomer, tijd om weer lekker buiten te spelen. De zomerschool in Kerkrade organiseert zulke activiteiten. Activiteiten waarbij de kinderen lekker buiten kunnen spelen. Daar hebben ze tenslotte recht op. Ik vind het zo spannend. Spannend? Hoezo spannend? Nou, zometeen staat het hier helemaal vol met kinderen. Ja, het is hier duidelijk net Black Friday. Black Friday, wat is dat? Nou, dat betekent dus dat er heel veel kinderen komen. We hebben een hele grote lijst met kinderen. Weet je nog hoe leuk het andere jaar was? Ja, dat weet ik nog. Vorig jaar was het superleuk. Het was lekker weer. En ze deden heel veel dingen, zoals muziek maken of zingen. Als ik 's ochtends wakker word, dan eet ik graag wat fruit, fruit, fruit. Zelfs koken en lekker veel bewegen. Achter het hoofd, let's go. Bewegen is echt superleuk en gezond. En soms gewoon ook heel grappig. En als je voldoende buiten speelt, ja, dan kun je wel tegen een stootje. Oh, wat mooi. De kinderen waren dit jaar aan de late kant. De kinderen hadden hier toch al lang moeten zijn? Ja, ze zijn al een half uur te laat. Ik hoop wel dat ze nog komen. Misschien weten ze niet waar het is. De organisatie van de zomerschool vindt het vreemd en loopt naar de ingang om te kijken of de grote groep kinderen daar al wacht. Ze worden alleen niet blij van wat ze aantreffen. Is dit alles? Waar is de rest? Hi. Is dit de zomerschool? Ja, dit is de zomerschool. Waar is eigenlijk de rest? Oh, is dit een zomerschool? Ja, dan ga ik nog liever gamen. Doei! Gamen? Maar dit is hartstikke leuk. Kom terug! Jullie hebben toch wel zin in zomerschool, of niet? Wow, Milan! Je zwerenschap is gehaald! Goed gedaan, Milan. Stop die telefoon eens weg. Hè? Wie, ik? Ja, want we hebben een druk programma, dus kom maar mee naar binnen. De kinderen waren helemaal niet gemotiveerd en leken wel in zijn patat. Saai! Saai? Maar we hebben een superleuk programma. We gaan vandaag dansen, zingen en knutselen. Leuk, hè? Leuk, dit is echt de saaiste dag ever. Hebben jullie Red Bull? Ik heb zin in Red Bull. En waar is de PlayStation 4? Ik wil gamen. Gamen. En nu naar binnen. De organisatie maakte zich zorgen om de kinderen. Waarom doen die kinderen zo? Ze zijn helemaal niet gemotiveerd. Nou, lekker is dat. We hebben zoveel leuke dingen georganiseerd en dan krijgen we dit. Hoe kan dat nou? Het is de school van het gamen en de social media. En wat dacht je van het ongezonde eten en drinken? Ja, chips en Red Bull. Dat is toch helemaal niet gezond? We moeten het onderzoeken, dames. Kom mee. Ondertussen waren de drie kinderen aan het dromen. Organisaties schakelden de hulp in van experts op het gebied van gamen, gezonde voeding en bewegen. Hallo, met professor Fruit. Wat? Noodgeval, ik kom er meteen aan! Professor Fruit ging het effect van energiedranken onderzoeken. Ga maar beginnen met je onderzoek, professor Fruit. Ga ik doen, professor Tomaat. Zo, dat is nummer 1. Volgende! Hier is blikje 30. Oh, blikje 30 al. Voel je al iets, professor Fruit? Ik heb alweer superveel energie! Zonder dat professor Fruit het in de gaten had, gingen er zomaar 3 dagen voorbij. Wat een energie! Na 5 dagen viel professor Fruit eindelijk in slaap en stuurde professor Tomaat de resultaten naar de zomerschool. Maar dat was niet het enige wat de organisatie deed. Ben ik met de vader van Thomas? Ja, het is met de vader van Thomas. Wat is? Ja, Thomas is weer naar huis gegaan. Ja, dat klopt. Hij zit wat te gamen op zijn kamer. Kan hij misschien terugkomen naar de zomerschool? Dat heb ik geprobeerd, maar dat lukt niet. Echt niet? Nee, echt niet. Kom mee naar de zomerschool! Nee! Ik ga naar de zomerschool, jongen! Mee! Nee. Kom, ga luisteren! Oké, doei! Jammer, doei! De organisatie bezocht ook interessante websites. Hè? Wat zie ik hier nou? Instagram gevaarlijk voor kinderen.
Wow, hier schrik ik van. Twee anderen gingen in gesprek met invloedrijke mensen. Dus jij bent gameontwerper en jij bent de baas van YouTube. Ja, dat klopt. Wat zorgt er nou voor dat die kinderen blijven gamen? Oh, dat is heel simpel. Hoe dan? Nou, je stopt gewoon een paar schatkistjes in de game en ze zijn verslaafd. Nou, wat zit er dan in die schatkistjes? Nepgeld. Wat hebben ze daar nou weer aan? Daar kun je dingen mee kopen in het spel. Kost dat dan echt geld? Ja, en ik word stinkend rijk. Oh, bij YouTube doen we dat anders. Hoe dan? We laten de kijkers gewoon rechtsbovenin klikken. Maar dat werkt toch verslavend? Ja, precies, zoals het hoort. Ik heb nog iets nieuws bedacht, iets met dansjes. Daar betalen ze toch nooit voor? Nou... Na het onderzoek besluit de organisatie Thomas op te halen van huis. Yes, een power-up. Thomas! Nu ben ik af te jullie. Lekker is dat. Maar Thomas, je moet meekomen naar de zomerschool. Ja, game is hartstikke verslavend. Dus Thomas, kom je mee?